Ik heb een boek vertaald dat heet De Blonde Neger en andere portretten. Het is een bundeling van krantenartikelen uit de jaren 20 en 30 van Jozef Rood. En Tommy Wieringa heeft er een voorwoord voor geschreven, omdat hij een groot fan is van Jozef Rood. Rood was journalist vanaf 1919. Hij beschrijft portretten van mensen vlak na de Eerste Wereldoorlog. Verminkte, arme, bedelaars, mensen die terugkomen van het front. Later wordt hij een rijk journalist in het Duitsland, waarin links en rechts tegen elkaar vechten. Hitler komt op. De blonde neger, de man uit het titelverhaal, is een Franse soldaat van het bezettingsleger in Duitsland. Verliefd op een meisje in München, maar dat is allemaal heel moeilijk met zijn huidskleur. In 1933 moet Jozef Rood Duitsland verlaten. Hij emigreert naar Parijs, Amsterdam en Oostende. En hij blijft schrijven over mensen die hij ontmoet. Hij blijft portretten maken. In journalistieke stukken, ook in romans. En op het einde van zijn leven zit hij in Parijs, in een hotelletje, waar hij uiteindelijk zal sterven aan de drank.